In het kader van 40 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Cuba is er momenteel een team van Canal Caribe in Suriname. Er wordt een documentaire in elkaar gezet om de relatie Suriname-Cuba te accentueren en de communicatie te verbeteren. My name is Jose Richards Richards. The first time I've been here in Suriname with a team, Ricardo Bejerano, he's a cameraman, and Maria Victoria Fernandez, an assistant. I'm a Cuban. I work at the National Information System in Cuba called ICRT. I work for the Caribbean Channel. It's a new channel built on the idea to expand communication, television communication between Cuba and the Caribbean countries, especially with Suriname, that's really unknown in Cuba. Ik ben heel blij om op dit moment hier te kunnen bijdragen aan het bezoek van eigenlijk twee delegaties of twee groepen die naar Suriname zijn gekomen. Eén is de groep van Canal Caribe, dat is eigenlijk het vergelijkbare tv-station voor de Latin-Amerikaanse gemeenschap in de Caribbean. Want Cuba is ook een Caribisch land eigenlijk. En Canal Caribe is eigenlijk te vergelijken met een soort CNN van Latin-Amerika. Ze hebben onder andere contacten met Jamaica. Trinidad en Suriname is ook een hele belangrijke partner. Wij van Fly Always, wij zijn eigenlijk de carrier die zorgen voor de brug tussen Cuba en Suriname. En dat doen we met rechtstreekse vluchten. Wij vliegen op dit moment naar Havana twee keer per week en naar helemaal het andere uiteinde van Cuba, dat is Santiago de Cuba. Well, the purpose is I believe it's the 31st of May will be the 40th anniversary of the diplomatic relations between Cuba and Suriname. So we are here to try to get some news from you folks and to see how the relations have been working these 40 years and to help to strengthen communication between the two countries. Especially Suriname has been a country that has always maintained a strong solidarity with Cuba, especially in international affairs, especially with this problem with the blockade, 60 years of blockade. Suriname en Cuba onderhouden goede vriendschappelijke relaties en van de maand, mei dus, gaan wij 40 jaar diplomatieke betrekkingen herdenken. In dat verband gaan we een aantal evenementen organiseren samen met de ambassade van Cuba in Suriname en de regering van Suriname hier, als ook onze ambassade in Havana. Eerste activiteit is dat we dan Canal Caribe hier hebben om ons land te featuren in Cuba. Het is heel belangrijk dat we Suriname kunnen featuren op internationaal niveau, ook binnen de regio. Als we kijken naar de belangen die we hebben binnen de regio, waaronder Cuba, dan kunnen we zeggen dat Suriname niet zo bekend is bij de Cubanen. Het is daarom belangrijk dat wij zulke kansen dan ondernemen om het land beter te promoten in de regio en op de wereld. Dat nu Canal Caribe een country feature, een special gaat maken over Suriname is heel erg fijn, want we hebben daar een kijkerspubliek van 5 miljoen mensen op een bevolking van 11,5 miljoen plus die andere landen ook nog. Dus er zal vanuit deze missie zal er gewoon een grotere, de band zal versterkt worden, maar dus ook de zakenmensen en de mensen die producten ontwikkelen en kunnen denken aan een stukje export naar Cuba, want er is een grote markt voor. I have known by the ambassador of Suriname and in Cuba, Edgar Armaqueto, that our relation is thriving. So it has to strive in all directions. Economically, culturally, and communicationally too. We have to have communication between us to know each other, because the same roots you come from, it's our roots also. Africans, Indian, Chinese, even Russian, there are Russian in Cuba who fought in a war too.
So my stay in Suriname is just to find out what's happening, the people to know each other, or political relation, or cultural relation, or social relations.